mooi heen. Wij zijn vandaag op het Fair Fashion Festival. Dat is de afkorting. Wij zijn vandaag de hosts. En vloggers. De vloggers. En presentatoren. Nee, het gaat allemaal helemaal goed hier. Dit is het eerlijkste festival in town. Ter wereld, oh. Ja, dat is zo. Vandaag zijn er 2 modeshows te zien. Allemaal modeshows met ontwerpen van duurzame ontwerpers. Kijk maar mee. En doe alvast een blauw duimpje omhoog. Jimmy en Mike en al 9 en 10 moesten open. Wat bedoelt ze dan? Weet ik. Zeg jij iets aan het doen? Test, test. Oh ja. Ja? Dat doe je nooit weer. Hoe dichtbij moet je dat ding houden? Zo. Zit je te lachen? De show die kan beginnen. We gaan er tegenaan. Hallo allemaal, we hebben vandaag allemaal leuke dingen voor jullie in petto. Workshops, lezingen. En nu hebben we er 2. Kijk. Oh. Yay. Naast de lezingen en de workshops is er de duurzame markt. En zijn er 2 modeshows. En die ontwerpen staan hier ook op de markt. Dus ga... Oeps. En daar gaat iets mis. Maar kijk vooral hierheen en niet daarheen. Jullie denken misschien van fair fashion. Is dat alleen geitenwolle sokken en onderbroeken van mensenhaar? Nou, dat is het niet. En dat zullen we nu bewijzen. Veel plezier! Ja. Neem jij wel eens een blad voor de mond? Dat is grappig. Dat is grappig. Ik ben een Frans fluistermeisje. Ik ben toch nog een famous. Ze hebben die vrouw met die hoger. Ben jij nog een meisje van TV Noord? Ja, het is echt. Pick me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. And I'm thinking about love. Maybe we found love right where we are. Maybe we found love right where we are. The entertainer van vandaag. De entertainer. De entertainer. En hoe ben je hier zo gekomen bij het Fair Fashion Festival? Toen ik ervoor werd benaderd, toen dacht ik, ja, maar ook eerlijke, pure muziek. Dit is het, zeg maar, mijn stem met mijn gitaar. Dus ja. Dat sluit wel heel mooi aan bij waar ik zelf ook voor sta. En je staat in een soort jungle? Ik sta in een soort jungle, ja, precies. Lijkt me ook heel gezellig. Oh, dank je. En knap hoor, hoe je het volhoudt. Jeetje. Ja, het is hier wel... Wel heel heet, ja. Mooie modeshow gezien. Ik was ook wel verrast over hoe leuk de kleding allemaal was die voorbij kwam. Ja, ik dacht een paar dingen. Oh, ja. 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 Oh, die wil ik wel. Succes. Okay. Dankjewel. Allee, ik ben helemaal in Gent gekomen voor het modefestival hier. Ik heb alleen maar gerecyclede materialen, maar dat is niet duurzaam, hè. Dat gaat niet lang meer mee. Maar het is in ieder geval wel 2 keer gebruikt. Allee, ik denk dat het vandaag wel 4 keer gebruikt is. De eerste workshop begint nu. Er is airco! Jullie gaven een vette workshop, ja. Hoorde ik. We hebben eigenlijk gedaan van de oude kleding iets nieuws te maken. Ja, dit was dan een lange broek. Dan hebben we dan een shot van gemaakt. Oh. Heel simpel. Het was heel leuk, want dit keer waren er heel veel mannen op afgekomen. Heb je iets gemaakt? Ja, ik heb iets gemaakt. Ik heb heel lang geleden een modeopleiding gedaan. Heb ik afgerond. Dus dit ontwerpen, ja, jeuk wel een beetje aan mijn hand heeft. Dus ik moet echt weer oppakken. Dus je wil je eigen lijn gaan maken? Uiteindelijk wel. En jullie heten Hoe Dan? En Hoe Dan was het een grap van de Addy? Het is geen grap, serieus. Nee, ja. We maken geen grappen over duurzame mode. Telefoonnummer 0906, Hoe Dan? Wil jij niet een kledingstuk maken?
Ik wil wel een kledingstuk maken. Ja, gaan we doen. Een short maken. Hoe dan? Het belangrijkste is dat je wel de juiste lengte hebt. Dus eigenlijk wat het beste was dat je de broek aan moet passen. Dat doe ik heel vrouwelijk, hè? Ja, ik krijg er zo warm van. Ja, dat snap ik. Ik word een beetje verlegen van. Doe, ja. Ik word zelf ook heel vaak verlegen van mezelf. Ja. Wat een scherpe schaar. Ja, dat noem je een stofschaar. Nog even fine-tunen. Ja, ja. Maar weet je wat het voordeel is dat je dan dit thuis doet? Eens wat je nodig is, een schaar. Doe jij? Doe jij dan? Doe jij? Hey, wat doe jij? Wat ga je dan doen? Hey, ik heb het gevoel dat we jou straks tegenkomen. We doen een festival over duurzaamheid. En we spotten twee hele duurzame ouderen. Ik denk dat die man die daar zit, die kleding al heel lang heeft. Ik had nog een oud gordijn. Daar had ik dit nog van. En ik heb hier opgeluid. Nou, jullie zijn nu celebrities. Hey, Wat zie je er leuk uit? Dankjewel. Ik heb mijn best gedaan met de middelen die ik heb. Scapino, Gran Canaria en ik heb eigenlijk geen idee. En mijn ondergoed is van de zeeman. En je make-up? Action. En hoe duurzaam? Dat hangt er maar net af van hoe lang je het blijft dragen. Het maakt niet uit eigenlijk wat je koopt. Als je het maar lang genoeg blijft dragen, kan het duurzaam zijn. Het is gewoon goede kwaliteit, dikke stof. Wat ik het belangrijkste vind is dat het lekker zit. Want iets kan nog zo mooi zijn, maar op een gegeven moment dan wil je het niet meer dragen als het niet lekker zit. Ik vind dat kleren lekkerder moeten gaan zitten, dan zijn ze ook duurzamer. Deze hond is heel duurzaam, want hij draagt duurzaam bont, heeft hij zelf gegroeid. Puur natuur bont. En wat heb jij ook een mooie outfit aan? Dankjewel! Ook sustainable, dat ik het lang draag. Ik spot hier een organisator in het wild. Zijn naam is Erik. Hij is nu de paringsdans aan het doen om mensen te lokken naar de markt. Afwachtend geïnteresseerd. Erik ontsnapt. Film je mijn bestie? Ik film jou. Dit is het beste moment. Spring. Ik ga een photograph. Rustig. Even dimmen nou. Erik, maak me zorgen.